Lex Harding, is eigenlijk investeren in een film een goede investering? Dat moet nog blijken. Laten we zo zeggen, financieren van een film is hartstikke moeilijk in Nederland. Het is moeilijk om voldoende geld bij elkaar te krijgen om een bioscoopfilm te kunnen maken. Dat hangt af van subsidies, donaties en je moet overal dat geld vandaan sprokkelen. En dan moet je nog maar zien of dat uiteindelijk goed resultaat heeft. Ja. Dus investeren in een speelfilm, dat doe je omdat je in het product gelooft. En in dit geval geloof ik dat er iets heel moois gecreëerd kan worden. Maar ik doe het niet om er geld aan te verdienen. Ruben, jij bent cameraman en ecoloog. Ja. Kost het jou eigenlijk moeite om tegen Lex te zeggen, Lex, ik wil een film maken, geef eens wat geld? We hebben Lex natuurlijk rondgeleid in het gebied. En het was eigenlijk vanaf het allereerste moment was duidelijk dat hij heel enthousiast daarover is. Want Lex is natuurliefhebber. Absoluut. Wat is er zo bijzonder aan die Oosterwaardersplassen dan? In de Oostvaardersplassen, dat is een heel klein gebied. Je vertelde aan het begin van het programma dat het een groot natuurgebied was. Dat is het juist niet. Als je aan de ene kant staat op een heuveltje, dan is achter je 500 meter verderop begint Almere. De bebouwde kom van Almere. En je ziet Lelystad liggen. Dus een heel klein gebied. Maar de hoeveelheid dieren die daar rondlopen, dat is immens. Dat is onvoorstelbaar dat op zo'n kleine oppervlakte zoveel dieren kunnen leven. Grote dieren, paarden, edelherten. En ook veel kleine dieren, duizenden ganzen. Nou, Ruben, je hebt al een fotoboek gemaakt, dat ligt hier trouwens. Ja. Over de Oosterwaardersplassen, met schitterende foto's. Ja. Maar dan waarom dan de stap naar een film? Nou, ik denk dat deze film in dit gebied zich echt leent voor een verhaal. Dus het boek is mooi en het zijn losse beelden en er staan goede teksten in. Samenwerking met Staatsbosbeheer gemaakt. Maar wat Lex ook al een beetje schetst, is dat dit gebied is een soort van epicentrum in Nederland. Het is bijna het centrum van Nederland. Is 6000 hectare groot. Dat is voor Nederlandse gebieden redelijk groot. Maar in nationaal of internationaal niet. Mm-hmm. Maar juist die periferie die eromheen ligt. Dus dat je zo'n bizarre natuur hebt die lijkt op een soort Afrikaanse savanne. Sommige mensen zeggen dat het de Serengeti is van de lage landen. Mm-hmm. Maar ondertussen kijk je dus om je heen naar de bebouwing. Dus het is een prachtig mooi voorbeeld van waar de mensheid ophoudt en de natuur begint. En met name die randzone ook. Die maakt het mogelijk dat je ook de beelden die je schiet, maar ook de reacties van mensen erop in de film kan betrekken. Ja. Nu laten we het nu hebben over de manier waarop je dat in beeld kan krijgen. Ja. We hebben al wat materiaal van je mogen krijgen, terwijl het project nog redelijk in de kinderschoenen staat. Zeer. Ja. Laten we even nu gaan kijken en stel dan wat we zien. Nou, dit is een luchtbeeld van de Oostvaardersplassen. Dit is vooral het moerasdeel. Hier heb je het droge deel, je ziet vossen, je ziet paarden. Het is leeg, het is open. Het is ook bijzonder ruig en wild. De Oostvaardersplassen worden vooral gezien als gebieden waarin zogenaamd beesten doodgaan. En dat verschrikkelijk is. Maar het is een ongelooflijk boeiend spektakel om te zien hoe daar de circle of life te zien is. Het is ook ongelooflijk dynamisch. Voor Nederlandse begrippen is het een heel rijk gebied omdat het op voormalige zeeklei ligt. En dit kennen we eigenlijk niet. Alle beste gebieden hebben we ingenomen als landbouwgrond of als. In dit boek staat, ga erheen en neem een verrekijker mee. Met andere woorden, je moet op enige afstand blijven om het goed te kunnen waarnemen. Hoe kun je dan als cameraman, ik stel me toch een paar grote apparaten voor, kun je zo dichtbij bijvoorbeeld die beesten komen dat ze niet al op het drafje van je weggaan? Nou, kijk, daar heb je natuurlijk verschillende technieken voor. We hebben uiteraard de mogelijkheid om met idioot lange lenzen te kunnen werken. Maar je hebt vervolgens ook de mogelijkheid om juist met camera's te werken die je probeert tussen de beesten te krijgen. En met name dat tweede, dat is een manier die bij natuurfilms nog niet veel gedaan wordt. En meestal de meeste natuurfilms die je op televisie ziet, dat zijn toch, of in de bioscoop, zijn beelden die heel afstandelijk zijn. Hè? Je bent een soort voyeur, je zit op de bank te kijken naar wat mensen met een lange lens hebben gedraaid en dan komt daar een prachtig Engels commentaar onder. Maar zet je de camera's ergens neer? En je gaat dan zelf weg en dan komen die dieren naar de camera toe? Dat is een mogelijkheid, maar er is ook de mogelijkheid om de camera's tussen de beesten te laten bewegen, te laten vliegen, te laten lopen, te laten zwemmen. Ja. We hebben hier twee helikopters. Ik zal er eentje laten zien. Laten we eens één zien. Ja, dit is een mini-helikoptertje. We hebben een Hexa en dit is volgens mij een quadrocopter bij meegenomen. Dit is ook een cameraatje, dat kleine dit is een klein camera. We gebruiken deze, maar ook iets grotere types in het veld. Dat zijn een soort grote bromvliegen die rondom de beesten vliegen. Hij kan omhoog, hè? Deze niet, maar die grote die kan dat. Moet wel een beetje oppassen. Dus ik weet het niet gaat nu gebeuren, denk ik. Dat gaat omhoog? Nou, dat mag ik hopen. Ja, het is een apparaat wat met name voor natuurfilms is het echt uniek, want het is nog niet eerder gebruikt. Het wordt wel eens gebruikt bij voetbalwedstrijden, heb ik laatst begrepen. Ook een soort dieren.
Ja, een soort kudde gedrag. Ja, ja. Klopt. Ja. Maar het is vooral de hele snelle zwenkingen die je kunt maken, waardoor je echt het gevoel hebt als kijker dat je ertussen zit. Mm-hmm. Nou, dan komen wat bliepjes vanaf. De lampjes staan aan, maar verder. Doet hij het? Zullen we intussen... Ja? Ja, oh, kijk, hij komt omhoog. Schrik niet, want dat gaat heel hard. Ja, we zijn benieuwd. Naar de camera beweegt. Ja. Daar gaat hij. Oké. Dit maakt nog best een hoop herrie voor zo'n dier, of niet? Nee, helemaal niet. Jeroen, je overdrijft mateloos. Je kan je gewoon horen. Ja? Ja. Kijk, als je een echte helikopter laat opzuigen... Ja, klaar. Ja. Maak je veel meer herrie. En? Is die camera dan ook aan? Ja, die camera is aan. Ja, Lex, jij bent daar bang voor, zie ik. Nou, nee. Ja, wij zitten hier, hoor. Het zijn scherpe dingen. Ja. Je weet maar nooit. Het is een soort speculeren, hè? Dit is nou niet echt een ruimte waar je dat nou... Laten we even kijken naar beelden die gemaakt zijn door deze camera. Ja. Ja. Nou, je ziet hier de beelden. Hoe hoog zijn we hier? We zitten denk ik op 1,40 meter. En je ziet ook hoe snel je naar beneden en omhoog kunt bewegen. En die methode moeten we echt gebruiken om met name die massa, die wijsheid te laten zien. Maar zij horen nu waarschijnlijk, zoals Jeroen terecht opmerkte, die helikopter en gaan dus op een drafje ervandoor. Dat valt er wel zachter mee. Hier zie je beelden bijvoorbeeld vanaf 100 meter. Ja. Wat er gebeurde was dat de paarden eerder heel erg nieuwsgierig waren. En zeker toen we de beelden van bovenaf zagen, was dat vooral de buitenste linie dacht van, hé, wat is dit voor een rare bronvlieg. En bovendien, ze waren al flink aan het rennen, dus het viel erg mee. Maar, Het levert waanzinnige shots op. Waar ben jij dan? Waar ben jij dan? Ik sta op dat moment op de grond. Kijk, hier zie je dat die camera net van de grond af is. Ja. En aan het opstijgen is. We zitten denk ik op 1,20 meter van de paarden af. In dit geval iets verder. Maar in hoeverre manipuleer je het beeld? Laten we zeggen, je kunt ergens eten neergooien en dan weet je dat die dieren gaan eten. Ja. Je kunt ze aan het schrikken maken met zo'n camera en ze gaan rennen. Goed, hier worden ze, het valt reusachtig mee met het schrikken. Maar ik ben een echte purist, dus ik wil beeld laten zien in de film. Wat je ook daadwerkelijk aan natuurlijk gedrag kunt zien. Ja. Kijk, je moet je voorstellen dat de meeste natuurfilms toch, daar moet ik eerlijk in zijn, voor meer dan de helft van de footage die je ziet, van de beelden die je ziet, toch gemanipuleerd is. Het zijn met beesten die niet misschien helemaal hun natuurlijke schuwheid meer hebben. Of dat er van alles mee gedaan is qua voedsel aan te bieden. Ja. Ik wil echt proberen om dat zo te doen. En bovendien zie je het ook aan de beelden. Ja. Nou, daar hebben wij een vraag over. Want wij hebben, voordat deze uitzending begon, al wat beelden mogen zien. Ja. Ook beelden van jullie eigen favoriete natuurfilm of natuurbeeld in ieder geval. En laten we dan toch even met die van jou beginnen, Ruben. Ja. Want daar zien we iets waarvan wij ons afvroegen, hoe kan dat? En is dat ook enigszins gemanipuleerd of komt het helemaal uit de computer? Of hoe kan het dat het zo gefilmd is zoals het is gefilmd? Zullen we even gaan kijken? Ja, wat je hier ziet is, je hoort het aan het geluid al, dit zijn, we horen kraanvogels, maar we zien Canadese ganzen. Dat weet ik trouwens ecoloog, maar dit zijn Indische ganzen. Dit is absoluut een fantastisch beeld. Maar is dit een helikopter? Dit is een soort monovliegertje. Er zit iemand in een propeller vliegtuigje, vliegt mee met de ganzen. Die ganzen zijn opgegroeid met het idee dat degene die in dat vliegtuigje zit hun moeder is. Wat? Ja. Ja, dat is precies als mensen. Ja, ik wou net zeggen. Dat kun je, want anders vliegen ze niet met je mee. Dit is dus een Frans project waar ze volgens mij iets van 10 jaar aan gewerkt hebben. Waarbij ze al die vogels echt hebben moeten laten wennen. Het is echt vanaf het ei. Ze hebben moeten laten wennen van dit is. Ongelooflijk. Ja, het levert waanzinnige shots op. Maar je gaat uiteindelijk, de hele compilatie van de film bestaat uit dat soort shots. Ja. Lex, jij hebt ook een favoriet fragment uitgevoerd. Ik heb gekozen voor gorilla's. Ja. Maar dat komt omdat ik een reis gemaakt heb door Afrika en geconfronteerd ben geweest met berggorilla's in Rwanda. En ik heb op 2-3 meter afstand van die beesten gestaan. We gaan kijken. But then it's time for his siesta. Yeah.
hier hoeft de cameraman waarschijnlijk niet te zeggen dat het een broertje is of zo. Hier kan je dichtbij komen, toch of niet? Ja, het zijn hele vredelievende dieren. Ja. Er zit geen kwaad bij. Wij zijn zeker een uur hebben we met een familie verkeerd die gewoon rustig om ons heen liep. En die grote zilverbek die probeert je wel te imponeren. Maar het is meer van, hou afstand, kom niet al te dichtbij. Maar het is een gewaarwording die uniek is. Prachtig. Ruben, wanneer is de film af? Wij gaan ervoor dat hij in 2014 in het voorjaar in de bioscoop te zien is. Ja, dat duurt nog best lang. Dat heb je ook echt nodig, want natuur laat zich niet scripten. Dat wil zeggen, ik weet wel wanneer je bepaalde dingen kunt verwachten. Maar je weet niet of we deze winter bijvoorbeeld weer een strenge winter krijgen. Want wat we nu hebben gezien, dat beslaat welke periode wat je nu gefilmd hebt al? Nou, we zijn feitelijk nu echt met draaien pas een week of twee bezig. Dus dit wat wij net zagen is van de laatste twee weken? Ja, dit is echt heel nieuw. Hoeveel geld heb je erin gestopt, Lex? Ik heb voor een behoorlijk bedrag garant gestaan. Kun je dat iets specifieker maken? Nou, de hele project... Zo'n Dexia-antwoord. Ja. Maar nou, gelijk mee te gegooid. Het hele project gaat een miljoen kosten. Juist. En afhankelijk... Ik ben meer een lok-eend. Ik investeer er een behoorlijk bedrag in. Ik sta garant voor nog meer. Maar ik hoop dat er anderen zijn die mee gaan doen. En waarom zouden anderen dat doen? Ja. Omdat het gewoon een prachtig project is en omdat het niet uitgesloten is dat er ook winst uitkomt. Dat is helemaal niet zo dat je dat geld kwijt bent. Dan staat het maar op de bank. Ja, dat is waar. Ja. Goed, je kan het op de bank laten staan, maar ja, dat levert ook niks op. Hoe investeer je erin? Hoe investeer je erin? Contact opnemen met de producent. Komt er een mooie prospectus? Uiteraard. Nou, wij spreken elkaar Peter, na de uitzending. Kan dat na afloop even bij de bar worden gegeven? Lijkt mij heel goed.